Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nimma TV. Het leukste tv-programma voor en door jongeren uit Nijmegen. Vandaag kijken we naar privacy op internet. Kijken we nog één keer terug naar de zomer. En we hebben muziek uit Nijmegen. Maar nu eerst naar Duco, die naar zichzelf op zoek gaat. Internetprivacy is sinds een paar jaar een groot probleem. Want iedereen heeft wel een laptop, tablet of een mobieltje waar persoonlijke gegevens op staan. Al jaren probeert de overheid mensen ervan duidelijk te maken dat je erop moet letten wat je op internet zet. Twitter, Hives, Facebook, YouTube, MSN. Tussendoor een mailtje en een like als ik je ken. Google Plus, Tumblr, Yahoo of Vimeo. Word ik ooit een trending topic, steel ik elke dag de show. Word ik de baas van de App Store? Krijg ik een miljoen likes? Of krijg ik 100.000 followers via social media? We staan hier voor de Radboud University en we gaan zo meteen een professor interviewen die ons gaat uitleggen hoe je het beste je privacy kan beschermen op het internet. Mijn naam is Jaap Koopman. Ik werk hier op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik doe onderzoek naar privacybescherming. Hoe veilig is je persoonlijke informatie op social media? Je persoonlijke informatie op social media zijn aan de ene kant heel veilig. Dat wil zeggen, ze zijn heel erg veilig opgeslagen binnen Facebook of door Twitter of door Google. Aan de andere kant, ze worden wel door Facebook en Google en Twitter gebruikt voor allerlei andere doeleinden. Naast dat jij met je vrienden kunt communiceren over wat je gedaan hebt en wat je leuk vindt. Wat is de beste manier om je privacy zoveel mogelijk te beschermen? Om je privacy te beschermen is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je nadenkt over aan wie je wat vertelt. En dat je realiseert dat heel veel systemen, websites, applicaties, apps op je telefoon die je gebruikt, dat die niet alleen bedoeld zijn om jou een dienst te leveren, maar ook om op een andere manier geld te verdienen. Dus eigenlijk is het heel simpel, op het moment dat iets gratis is, dan is er dus kennelijk iets waarmee geld verdiend wordt. En meestal is dat dus jouw privacy. Wat gebeurt er allemaal met de informatie dat je niet goed afschermt op internet? Nou, die wordt dus gebruikt om jou te profilen. Bijvoorbeeld om te bepalen of jij een graag bepaalde reizen maakt of bepaalde producten wilt kopen. Om jou te verleiden om bepaalde dingen te kopen. Het wordt ook bijvoorbeeld gebruikt in bijvoorbeeld de verkiezingen in de VS, in Amerika. Zijn informatie over die over jou te vinden zijn op het internet gebruikt om jou gericht te verleiden om op een bepaalde presidentskandidaat te stemmen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van sociale media. Smartphones spelen daarbij een grote rol. Inmiddels hebben bijna 10 miljoen mensen zo'n telefoon. Gemiddeld wordt de smartphone 2 uur per dag gebruikt. Facebook is verreweg het grootste sociale medium met 9,4 miljoen Nederlandse gebruikers en 1,5 miljard gebruikers wereldwijd. Ook berichtenservice WhatsApp en foto-app Instagram zijn met respectievelijk 9,4 miljoen en 1,8 miljoen gebruikers erg populair. Hoe zou je je privacy het beste kunnen beschermen? Ik denk dat dat in deze tijd niet meer gaat. Oké. Hoe zorg je ervoor dat je slim op het internet bezig bent? Nou, heel erg achter wat jij erop zet, daar heel erg achter staan. Dat je er bewust van bent dat iedereen dat mag zien. Ja, dat. Okay. Doe je dingen überhaupt om je privacy te beschermen online? Nou ja, eerlijk gezegd zoek ik mezelf wel eens op internet om te weten van hoe makkelijk ik te vinden ben. En Facebook en zo, dat zie je meteen als eerste. Denk je dat je goed voor bent gelicht over privacy op internet? Nee, absoluut niet. Ze zeggen altijd, je moet zelf maar een beetje doorscrollen van wat privacy dingen zijn. En ik vind het altijd wel een beetje vaag dat je zegt van ja, ik wil niet zomaar gevonden kunnen worden en dat je zelf dan toch nog vindt. Dus. Ja. Hoe veilig denk je dat jouw informatie op internet is? Nou, ik denk niet heel veilig, want je hoort heel vaak dat het helemaal niet veilig is. Mm-hmm. Dat als je iets op het internet zet, dan staat er ook altijd op. Ja. Hoe serieus denk jij over privacy schending op internet? Nou, het ligt er wel heel erg aan wat voor foto's het is. Als je bijvoorbeeld een lelijke foto van iemand hebt genomen, dan is het wel leuk om die erop te zetten, maar dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dan moet je eigenlijk gewoon op je telefoon die persoon laten zien en dan niet erop zetten. Maar het is eigenlijk een beetje een kwestie van fatsoen. Als je gewoon een beetje respect voor iemand toont door het niet op internet te zetten, inderdaad. Maar het is niet strafbaar of zo. Nee. Oké. Hoe veilig denk je dat jouw informatie is op het internet? Ik denk eigenlijk helemaal niet veilig, omdat er toch altijd mogelijkheden zijn om achter informatie te komen. Hoe serieus ben jij of denk jij over privacy schending op het internet? Of hoeveel boeit het je überhaupt? Nou ja, het ligt eraan wat je op internet plaatst. Als je iets plaatst wat je niet had, zeg maar, willen plaatsen, dan is het natuurlijk wel heel serieus. Omdat
Het kan gedeeld worden en sommige mensen plegen dan ook uiteindelijk zelfmoord omdat het zo erg wordt. En dus ik denk op zich wel serieus over, maar als je niks raars mee doet, dan hoeft het eigenlijk ook niet. We hebben nu aan andere mensen gevraagd wat hun denken dat er allemaal te vinden is over hun op het internet. Maar nu gaat er nu kijken wat ze allemaal kan vinden over mij op het internet. Kom maar mee. Ik heet Duco. En ik heet Nick. Het is film van een geen bloedvergieten. Hoofdstuk 1, het gevecht begint. Dit is wat het te zien is. In ieder geval, dit is wat het te zien is op het account van Pinterest. Maar ik weet niet dat jij dat bent. Nou, dat is het. En dan ben jij wel duidelijk. Ja, en ik ben hier daar eentje, tweede linkje. Ja, dat is even schrikken. Even tot rust komen dan maar. Met beelden van Nijmegen als summer capital. We had a barbecue in Saint-Tropez in May with some friends drinking booze. Getting all loose. We drove the cars to the beach on the outside of the streets that were around a bonfire. Eating marshmallows all night. We were young at time. I know it, but you were so damn fine. Couldn't get you on my mind. We were young at time. I know it, but I wanted something more than you. Cause you won't be free for the summer. Summer, free for the sun. You will be free for summer. Summer at the beach in Saint-Tropez. I was with my friends, you were by yourself. You came to hang out with me. When the summer reaches end, then I'm worth your attention. But I had enough playing this game with yours. We were young at time, I know it, but you were so damn fine. Couldn't get you on my mind. We were young at time, I know it, but I wanted something more than you. So won't be free. Summer, free for the summer, free for the sun. You will be free for the summer, free for the summer, free for the summer. Lekker hè. Nog maar een paar honderd nachtjes slapen en dan is het gelukkig weer zomer.
Natuurlijk hebben we ook nog muziek. Dit is My Thing van Team Dissodynamics. Je bent eruit geboren en het leven is een kut. Gaat erom wat je ervan maakt, hier geen verzekeringen. Kijk, vele dingen gaan tegenzitten. Zoals depressieve kutmuziek van Sky Radio, regenbliksem en rekening. Maar je moet weten, dit is maar de start van de film. High school movie, met Freaky en de rollers en een apart jong keeltje. Bijna niemand gaf een begrip, maar hij had hard voor het spitten. En kan nu niet anders dan hard komen als bij jou. De liefde voor mijn mensen en stiekem mezelf is de inspiratie. Je kent me niet veel stressend, maar toch shit wordt soms wel panisch. Ze zeggen van ik kan dit ook, maar ik mis de motivatie. Ja, dan kan je het dus niet, gon' get your PG's out. Ik denk met een open mind en een puur hart. Laat me revolver en ik vuur af. Sloopkogel die tegen een muur klapt, effectief lentje. Ik leef zonder enemies, het is mij net wie je waarde gracht om je te blokkeren. Ik let niet meer op dat, ben ready aan de start. Poppot als bij de finish, smoke vet in je glas. Herp shuttles, we worden high. Dwarsliggers worden omgeleid. Ik rol met die mensen die bijzonder zijn. De grond onder mij, onder mij. Hart sterk en mijn longen groot. Hart sterk en mijn kopje hoog. Ik ben on the road in een flexe auto. Zon op mijn kop en mijn rijstijl is foutloos. Jullie reflecteren alleen in de achteruitkijkspiegel. Ligt de shit op als een koplamp. Ik wil niks meer starten, geen contact. Ik of wat, zorg dat ik ontspan. Ren weg op wat, zodat ik ontsnap. Ogen dicht, pak een kompas. Ik ben constant opereerd totdat ik op het dag omval. Let's. Don't wanna be better. Just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better. Just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Open up your heart, play the part what you stressing for. Smoke in the dark, yeah. Counting all of my blessings, boy. Finish what you started. Hit them with a little bit of confidence. I don't wanna sound too positive, but I'm feeling great. And y'all artificial, I'm in love with life. Wait till I'm out of sight. Fulfill your wishes, I might show you the future tonight. Night, night. All these people like the things people like. I find my way, don't believe the hype. One champion belt, you can keep your wife. I ain't down with y'all looking like. I'm like, who's it for? Get water for me. Independent, no competition. Controversial, tell my story. Y'all just looking for recognition. I ain't even like that. Yo, get to the point. Go in the bar, stuck in my thoughts. Leaving them up. All for the love, all for the love. Night. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Don't wanna be better, just wanna be me. Let me do my thing if this is meant to be. Ben jij tussen de 16 en 21 jaar en wil jij graag tv maken? Bij Nema TV kan dat. Wij zijn op zoek naar teamleden in de volgende 4 categorieën. Urban. Journalistiek. De kracht is dat het echt van onderop komt. Hoe lang rookt hij al voordat je begon aan Stoptober? Events. En eigen invulling. Bij Nima TV kan je jouw talent ontwikkelen. Dus wil jij presenteren, filmen, regisseren of editen? Meld je dan aan bij Nima TV of